Junko's, pillenpoppen, oftewel drugs, daar gaan we het vandaag over hebben. Bij Debunked gaan we een aantal stellingen ontkrachten. En zie hier, er ligt zelfs op mijn tafeltje een joint. Wat attent van jullie. Junko. De joint is het enige product wat in Nederland wordt verkocht en waarvan je niet weet wat erin zit. Je weet niet of er pesticiden in zitten, hoe sterk het is. En zelfs als je alcohol koopt, weet je hoe sterk het is. Nou, daar moet verandering in komen en de oplossing is dan ook het reguleren van de wietteelt. Laten we beginnen met de eerste stelling. Het gedogen van harddrugs is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Hoe toegankelijker het aanbod is, des te meer zullen mensen drugs gebruiken. Nou, ecstasy staat op lijst 1 van de opiumwet. En daarmee wordt het gezien als een drugs met een enorm groot risico. Maar als we kijken naar een aantal wetenschappelijke onderzoeken, dan zien we iets anders. Dan zien we dat het relatief gezien, als het gaat over de volksgezondheid, dat het minder ernstig is ten opzichte van andere drugssoorten. Het meest opvallende resultaat is dat alcohol en tabak in het lijstje van 19 onderzochte soorten verdovende middelen eindigen op de derde en vierde plaats. Dus net iets minder schadelijk dan crack, eerste, en heroïne tweede, en schadelijker dan cocaïne, methadon, amfetamine en GHB. Ecstasy op een 13e en LSD en paddo's sluiten de lijst af en zijn dus veel minder schadelijk. Bovendien sterven er jaarlijks veel meer mensen aan de gevolgen van tabak en alcohol ten opzichte van ecstasy. Arts van der Steur, een aantal jaar geleden, ik ken mensen die aan wiet of hash gestorven zijn. Nou, ik kan me dat nog goed herinneren, er was hier ontzettend veel ophef over. En bij mij weten is er nog nooit iemand overleden door alleen maar het roken van een joint. Criminaliteit moet je niet belonen door ecstasy legaal te maken, maar hard bestraffen. Je kunt je kop ervoor in het zand steken, maar je kunt ook nadenken over een nieuw beleid. Want we zien dat het totaalverbod niet werkt. Mensen zullen altijd drugs blijven gebruiken. En zolang er vraag is, is er ook aanbod. Criminelen zijn heel vindingrijk. Ze zullen altijd drugs blijven aanbieden en nieuwe drugsoorten blijven ontwikkelen. En meer stoere taal zal echt het verschil niet uitmaken, zeg ik tegen mijn collega Stineke van der Graaf van de ChristenUnie. En door de illegaliteit zien we ook steeds vaker dat drugsafval door criminelen in onze natuur wordt gestort. Denk aan Brabant en Arnhem, waar je dus drugslabs hebt. En laatst vond iemand het zelfs gewoon op zijn stoep. Conclusie, moet het drugsbeleid om? D66 vindt van wel. Wij willen dat het uitgangspunt wordt een gereguleerde markt. En dat is wat anders dan een vrije markt. We willen kijken per drugssoort wat je kunt reguleren, hoe en wat niet. Want drugs is immers geen eenheidsworst. We willen dat het taboe er ook van afgaat, zodat er meer ruimte komt voor betere voorlichting en preventie. Er zijn heel veel jongeren die ecstasy gebruiken en vandaar ook dat D66 wil dat je ook je pillen kunt testen tijdens feesten. Want we weten ook, er is gewoon minder controle op de markt en daardoor zijn die pillen ook extra sterk geworden. Dus test je pillen. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt van het huidige drugsbeleid. Laat hier je reactie achter. Dit was weer een aflevering van Debunked. Dankjewel voor het kijken. Huppakee. Ja. Zo? Nee, naar je toe, zeg maar. Zo. Ja, maar dat is toch steeds erbij, hè? Zo. Nee? Zo. Zo? Nee, ik denk dat ik alle kanten gehad heb.